Aan tafel zit Sander Dekker, verslaggever bij het Dagblad van het Noorden. We gaan praten over de ongelooflijke, bizarre toestand, situatie eigenlijk in het Drentse dorp Ruinewold. Daar werden in een afgelegen boerderij 5 of 6 kinderen ontdekt met hun vader, die naar verluidt al 9 jaar in een kelder leefde en vrijwel geen contact hadden met de buitenwereld. Samen met hun vader wachten ze het einde der tijden af. Niemand in de buurt heeft ooit iets gemerkt, nooit iets doorgehad. En inmiddels zijn ze gevonden door de politie. Een vader met 6 kinderen blijkt jarenlang totaal afgesloten van de buitenwereld te hebben geleefd. In een afgelegen boerderij in Ruinerwold in Drenthe. Volgens RTV Drenthe gaat het om een familie die wachtte op het einde der tijden. En ze hebben geleefd van de opbrengst van een geit en een moestuin. Ja, je vraagt je af, hoe kan dat? Er is een 58-jarige man aangehouden. Dat is de huurder van het pand. Wij hopen door middel van buurtonderzoek met de betrokkenen in gesprek om te kijken van, hey, kunnen we daar achter komen? Had u dit verwacht? Nee, ik had dat totaal niet verwacht. Je meent altijd dat zulke dingen ver weg gebeuren, maar nu is het bij ons vlak om de deur. Ik denk dat mijn vrouw en ik de enigen zijn die er ooit op de erf geweest zijn met een bos bloem en een glas wijn om hem welkom te eten. Ja, dat was 9 jaar geleden. Sander, jij bent daar natuurlijk de hele dag geweest. Wanneer brak dit nieuws eigenlijk? Was dat vanmiddag? Vanochtend rond 1:50 uit mijn hoofd. En wat kregen jullie toen te horen? Was dat een persconferentie van de politie? Was dat... Er waren eerst nieuwsfeiten die naar buiten kwamen via de politie. Jij bent erheen gegaan? Ja, ik zat aan mijn tafel voor een studieopdrachtje bezig. En mijn chef belde en zei, je moet daarheen. Dus wat je doet is alles laten vallen en die kant op rijden. En ik woon hier 10 kilometer vandaan. Mm-hmm. Dus ik was er ook zo. En, wat kon je er doen? Nou, op dat moment, die plek daar, weinig natuurlijk. De politie heeft het op lockdown. Ze doen daar hun onderzoeken. Ja, en dan ga je kijken, op basis waarvan doe je vervolgens zelf je research als journalist. Nou ja, wat we wisten is dat er een kroegbaas, waar die man dus uiteindelijk naartoe is gegaan, de politie heeft ingeschakeld. Dus het eerste wat ik doe is zorgen dat ik die politie of die kroegeigenaar kom te spreken. En die doet zijn verhaal over die 25-jarige man die daar in Ruinewold uit het huis geslopen is in feite. Want dat is er gebeurd, hè? Dus een van de kinderen, inmiddels 25 jaar, dacht... We weten niet wat hij dacht, maar in ieder geval hij dacht ik ga het huis uit. En bij hoge uitzondering. Uh-huh. Kwam in het café terecht. Ja. En was de derde keer dat hij daar kwam? Ja, en maakte al bij de eerste keer een merkwaardige indruk. Ja. En bij de derde keer heeft de barkeeper of de cafébaas iets aangehoord waarop hij dacht... Hier moet ik de politie bij inlichten. Ja, je moet je voorstellen, die jongen die had geen kleren aan die hem paste. Scheuren in zijn broek, rubberen laarzen aan. Hij was volledig, wat wij gehoord hebben... Onder de indruk van een gemiddelde kroeg in Ruinewold. Over discolampen en over de mensen omheen. Hij was ook helemaal verwilderd, begrepen. Ja, dat is wat wij ook veel gehoord hebben over die jongen, inderdaad. Zullen we even kijken, want we hebben een paar beelden... ik denk ook van de regionale omroep, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dit is die kroegbaas die zijn verhaal doet. Ja. Komt een jongen, komt aanlopen hier toevallig waar we nu zitten aan de bar. En die bestelt een paar biertjes. En hij zag er al heel verward uit, dus toen hebben we hem weggestuurd. Van jongens, we gaan dicht. En afgelopen week komt hij weer terug. Voor nog een paar biertjes. En toen zag ik hem nog steeds heel verward. Dus ik ben een gesprekje met hem aangegaan. Van jongen, hoe kom je hier terecht? En toen gaf hij toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Wat we direct al zagen. En toen hebben we politie ingeschakeld. Ja.